Welkom. Ik ben Berend Bramheijnen en ik ben cassatieadvocaat bij Pels Rijken. Vandaag bespreek ik een arrest van de Hoge Raad over begroting van schade wegens verminderd arbeidsvermogen. Mag bij deze begroting rekening worden gehouden met inkomsten uit zwart werk? Een man, opdrachtnemer, is bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden van een ladder gevallen. Achmea, de aansprakelijkheidsverzekeraar van de opdrachtgever, heeft aansprakelijkheid voor dit ongeval aanvaard. De man stelt voor het ongeval ook substantiële inkomsten uit zwart werk te hebben gehad. Dat zijn inkomsten waarover hij geen belastingen en premies heeft afgedragen. Hij wenst dat deze inkomsten bij de begroting van zijn verlies van arbeidsvermogen worden betrokken. Volgens Achmea moeten die inkomsten echter buiten beschouwing worden gelaten. Het Hof volgt de man. En hierop gaat Achmea in cassatie. De Hoge Raad stelt zijn vaste rechtspraak voorop. Volgens die rechtspraak dienen het bestaan en de omvang van de schade door verminderd arbeidsvermogen als gevolg van een aansprakelijkheid vestigende gebeurtenis te worden vastgesteld door een vergelijking te maken tussen het inkomen van de benadeelde in de feitelijke situatie na die gebeurtenis en het inkomen dat de benadeelde in de hypothetische situatie zonder die gebeurtenis zou hebben verworven. De stelplicht en bewijslast van het bestaan en de omvang van de schade rusten in beginsel op de benadeelde. Het komt aan op redelijke verwachtingen over toekomstige ontwikkelingen in het arbeidsvermogen van de benadeelde na de gebeurtenis, respectievelijk zonder de gebeurtenis. In dat kader dienen de goede en kwade kansen te worden afgewogen, bij welke afweging de rechter een grote mate van vrijheid heeft. Lograad komt vervolgens tot beantwoording van de vraag die ik in het begin stelde: Bij de begroting van de omvang van schade door verminderd arbeidsvermogen kan. Voor zover het gaat om werkzaamheden waarvan het verrichten als zodanig rechtmatig is, rekening worden gehouden met inkomsten uit zwart werk van de benadeelde in de periode voor de aansprakelijkheidsvestigende gebeurtenis. Dat de benadeelde voor de aansprakelijkheidsvestigende gebeurtenis dergelijke inkomsten had, duidt er volgens de Hoge Raad immers op dat de benadeelde door arbeid inkomen kon verwerven. En zegt dus iets over zijn op dat moment bestaande arbeidsvermogen. Tot slot overweegt de Hoge Raad over de beoordeling bij inkomsten uit zwart werk. Het volgende. Indien de benadeelde voor de aansprakelijkheid vestigende gebeurtenis inkomsten had uit zwart werk, waarvan het verrichten als zodanig rechtmatig is, dient een tweeledige beoordeling te worden verricht. Ten eerste dient te worden beoordeeld of en zo ja in welke omvang de benadeelde in de hypothetische situatie deze werkzaamheden zou hebben verricht, dan wel ter vervanging daarvan andere werkzaamheden zou hebben verricht. Ten tweede dient te worden beoordeeld welk nettoinkomen, na inhouding of afdracht van de verschuldigde belasting en premie, de benadeelde met deze werkzaamheden zou hebben ontvangen. Het oordeel van het Hof is juist en blijft in stand.